Hey kijkers, van dus David Kraft en welkom bij een gloednieuwe MindAsia video. Vandaag gaan we het hebben over de secondaire beroepen. Ze zijn er al een tijdje, maar ik liep ietsje achter met mijn video. Vandaar dat het er nu pas is. Mocht jij niet weten wat een secondaire beroep is, dan ben je eigenlijk al een paar dagen te laat. Maar het geeft niet, je kan het gewoon nog wisselen. Er is ook een forumpost trouwens. Die staat op forum.davidgames.nl. Zou ik echt even naar gaan kijken waar alles nog eens een keer goed uitgelegd wordt. Maar ik ga het stuk voor stuk laten zien. Ik heb mezelf eventjes OP gemaakt op deze server, zodat ik alles in één video kan doen. Maar ja, jullie weten, ik kan nu niet minen, dus dat is er zometeen ook weer van af. Ik heb nooit OP op dit account, op deze server. We gaan eens even kijken naar de allereerste. En je ziet het rechtsboven staan, kapitein 1. Kapitein 1, heb je dan ook 2? Volgens mij wel. En dat krijg jij als jij veel gevaren hebt. Dan kun je voor mij een extra persoon meenemen in je bootje. Weet niet zeker. We gaan even kijken hoe het precies werkt. Daarvoor gaan we even naar het begin van de base, denk ik zo. Hier zo. We spannen een bootje in en we gaan kijken of het inderdaad kan. En dan gaan we ook kijken of een ander beroep het inderdaad ook zou kunnen. Hebben wij al een bootje? Die hebben we al. Gaat die dan? Hoppakee. We gaan in het bootje zitten. En ja, we kunnen er inderdaad heerlijk in varen. Ik zie nog geen punten eraf gaan, dus ik weet niet of het met gevaren kilometers werkt. Ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee. Game mode survival. Even kijken, want normaal gesproken kun je bootjes volgens mij weer oppakken, toch? Ja, dat kan. Mooi, dan hoef je ook niet je bootjes te laten liggen. En wat nou als wij set second job visser zijn? Kunnen we wel een bootje plaatsen? Dat kan. Maar omdat we OP zijn, kan ik er nog steeds in waarschijnlijk. Oké, slecht voorbeeld. Als kapitein, als secundary beroep, kun jij dus in bootjes varen, zoals je ziet. En dat kan nog wel eens een keer kapot, handig en chill zijn. Want dat houdt simpelweg in dat jij veel sneller op bepaalde plekken zou kunnen zijn. Als jij genoeg gevaren hebt, dan ben je kapitein 2. En dat is voor mij ook het hoogste level. / unlocks 2. Het benodigde level voor bootbestuur is 1. Het benodigde level is 2. Je hebt 1 unlock en dat is voor mij inderdaad gewoon een extra bezoeker. Via / unlock 2 kun je dus de unlock zien voor jou momenteel, jouw secundary beroep. Kapitein. Kan dus heel handig zijn. Zeker in map 1. Waar je natuurlijk heel veel water hebt. Hier niet zoveel, want dit is toch veel meer land en dergelijke. Dus ik raad aan dat als jij dit leuk vindt, de houthakker die kan als het goed... Houthakker? Ja. De houthakker die kan bootjes maken vanaf level 12 of zo al, dacht ik. Die levels hebben jullie waarschijnlijk wel. Als jullie een bootje kunnen hebben, kan heel erg handig zijn om snel naar andere eilanden te gaan of weg te komen na een rooftocht. Alleen, als je op deze map zit, ik denk niet dat je er heel veel aan hebt. Nou, je zag het net al. Ik ga hem nog een keer doen. Visser. Oh, en dan dus David. Dus David Visser. Hup, nu ben ik visser. Kan ik er nu in? Oh, ik had het net niet eens gedaan. Alleen een kapitein kan een boot bevaren. Juist. Maar wat kan een visser dan? Nou, daar gaan we. Een hengeltje. Ook die is te maken door de smid volgens mij. Of door de houthakker van een heel erg laag level. Ja, je kent het. Je weet hoe het werkt. Je gaat vissen. Dit is dus als je zin hebt om iets anders te doen met eten dan alleen maar boer te zijn. Of sterker nog, je hebt geen boer in je team en je hebt wel eten nodig. Dan kun je dus tegenwoordig een secondary job nemen als visser. Voor mij kun je een secondary job alleen niet vanaf level 1 doen. Daarvoor moet je het forum even bekijken, want het zit vanaf een bepaald level. Nou, dan denk je, maar waar blijft die stomme vis nou? Ik ben nu een visser level 1. Kunnen we even bij unlocks kijken. Hoppakee. Oh, unlocks 2. Niks vrij te spelen. Dat betekent dat alleen de cooldown dus gaat veranderen van wanneer er een vis komt. We zouden kunnen wachten tot er eentje is, maar misschien dat het een beetje saai is en een beetje lang duurt. Oh, ik heb begrepen, als ik het zo een beetje getest heb, tussen de minuut en 2 minuten voordat jij in het begin een vis hebt. En uiteindelijk gaat het natuurlijk naar 20, 30 seconden als jij volledig visser bent. Het kan dus een hele makkelijke manier zijn, als je er even tijd in steekt, om eten te krijgen. En dan kun je dus boeren meer aannemen om ook daadwerkelijk boompjes te blijven planten. Dat houthakkers te ondersteunen. Dan kun je andere jobs die even niks te doen hebben, zoals een smid, die kunnen visser worden. Nou, dat duurt wel even lang, hè, dit. Kom op, vis! Oké, ik heb geen geduld. Kom maar terug. Goed, die hebben we dus ook begrepen. Dan gaan we even het bootje weghalen, voordat iedereen in één keer bootjes vindt. En dan denken ze, what the fuck is dit? En dan hebben wij nog een beroep. Dat is set beroep. Set second job bedoel ik. Second job. Dus David, handelaar. Oké, ik ben nu handelaar en ik heb 100 punten nodig voor de volgende. Gaan we even kijken bij unlocks. Unlocks 2. En ja hoor, we hebben nu stack size plus 1.
2, 3, 4, 5. Je kan dus nu tot met level 5 doorlevelen als handelaar. Maar wat betekent dat? Want zoals je ziet, kan ik stekjes van 3 dingen meenemen. Ik heb hier 3 gravel. Meer kan niet. Wat kunnen we nu? Hoeveel kunnen we meenemen? Kan iemand mij dat vertellen? Nog niks extra's? My god, waarom werkt dit niet? Hoe werkt dit? Moet je dit uit een kist pakken of zo? We gaan het wel even proberen. Want ik ben zelf wel heel erg benieuwd. Of is het zo dat je als handelaar level 1 nog niks kan, maar dat je eerst meer mee moet nemen of zo? Ik heb geen flauw idee hoe dit werkt natuurlijk. I'm just trying it out, man. En ik wil ook echt geen handelaar worden trouwens. Wat trouwens wel voor bouwers helemaal geen eens een slecht idee zou zijn, denk ik, om handelaar te worden. Zitten hier blocks in? Please, blocks, anyone? Helemaal geen blocks. Zou ik dit overleven? Ik denk het net. Ja, easy zelfs. Nou, eens kijken of het uit de kist dan kan, dat het stackable is. Ik ben heel benieuwd. Nope, niet stackable. Dus je moet dus doorlevelen. Oh, wat een time-consuming werk zal het zijn. Ik leg alles trouwens even lekker in de kist. Maar het idee is dus, als jij geleveld bent, geen idee hoe dan aan je punten komt, is dat je uiteindelijk meer overhoudt aan ruimte. Dus dan kun jij veel meer dingen meenemen in plaats van maximaal de stack van 3, een stack van 5. En dan de volgende keer een stack van 7. En misschien dat je wel eindigt op een stack van 15. Dus voor handelaren die dus van eiland naar eiland, van map naar map gaan, heel erg chill. Ook als je niet eens van map naar map gaat, maar gewoon naar een andere base, is het heel erg chill. En uiteraard voor miners die niet constant terug willen naar een kist, is het heel erg chill. En voor bouwers die heel erg veel bloks mee willen nemen, maar die tijd naar een kist willen, is het ook heel erg chill. Dus handelaar voor een aantal mensen. Maar hoe het precies werkt, dat vind je waarschijnlijk op het forum. Ik ga straks zelf ook nog wel even kijken. Oké, dan hebben we er nog, eens even kijken, nog 2. We hebben uiteraard de zakkenroller nog, maar we hebben ook nog de timmerman. De timmerman kunnen we wel eventjes proberen. Set second job, dus David Timmerman. Ik ben timmerman nummer 1. Dan moeten we even hout gaan zoeken. Dat is vast ergens hierboven, denk ik. Hallo? Nee, kom maar op met die broodjes. Ik zal het al te zoeken. Oké, waar is dan het hout? Hebben we hier kisten staan? Nee, man. Oké, dan moeten we even naar beneden toe. Moeten we even hout gaan fixen. Moment. Hold on to your helmets. We gaan eens even hout pakken. Dat doen we hier. Ja, alle deurtjes open laten. Maakt het uit. Veiligheid en zo. Overrated. En hier zal als het goed is kapot veel hout zitten. Als het goed is, jullie weten, ik ben mijnwerker, level 15. Maar als het goed is, kan ik nu hout omzetten. Waar is hout? Hier. Ja. Als het goed is, als we even een crafting table vinden. Ergens. Hallo? Oh, moet ik weer naar buiten. Oh nee, daar is een crafting table. Yay! Als het goed is, kan ik nu gebruik maken. Ja! Oh my god, nee! Ik heb nou dezelfde unlocks als wat een timmerman tot en met level 30 zou kunnen craften. Daarboven niet. Dus wat een houthakker zou kunnen craften. Dus ik kan nu bijvoorbeeld een crafting workbench maken. Heb ik hem? Ik heb hem. En dan moet ik weer 21 seconden wachten. Oh, diezelfde cooldown. Met andere woorden, als jij een smid bent, is dit kapot handig. Neem dit niet als je een houthakker bent. Want volgens mij zijn het losse cooldowns. Gezamenlijke cooldowns. Weet ik niet zeker. We zien dat je 2 keer zo snel kunt werken. En dan is het heel erg slim. Dan moet je het zeker doen. Maar een smid die zelf altijd sticks nodig heeft. Het is natuurlijk super kapot makkelijk als je dat zelf kan maken. En hetzelfde geldt ook voor een miner bijvoorbeeld. Die kan natuurlijk zijn eigen pickaxes maken op deze manier. Ik zeg doen. Dan hebben we er nog één. Daarvoor moeten we even kijken naar wie we toe kunnen gaan. Want dan moeten we even tp'en. En ik denk dat we even naar Flip gaan. Dan gaan we heel eventjes vanish. Oh, ik was al in vanish. TP godlike spi. Auw. Dat is sneu. Er zijn nog heel erg veel mensen. TP dark created. Nou, niet naar beneden vallen. Oké, nice. Wat we gaan doen is zakken rollen. Dus set second job, dus David, naar zakkenroller. Oké. Nou weet ik niet hoe dit werkt. Hoe werkt dit? Oh, je moet eerst de cooldown afwachten. Oké, anyway, hoe het werkt. Er is een percentage. Hoeveel percentage dat precies is, gaan we natuurlijk niet zeggen.
Dat als jij iemand hit volgens mij, of slash zakkenrol doet en dan iemand hit, dan krijg je een melding dat jij een deel van zijn inventory kan jatten. Nou, dat is momenteel bij Valerietje. Valerietje. Zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat we haar shares jatten of een stek brood. Als je pech hebt, één ook log. Zakkenrollen is risky, want er is ook een kans dat er een melding komt, als het mislukt is natuurlijk. Met dus David heeft geprobeerd jou te zakkenrollen. Als mensen dat krijgen, heb je natuurlijk direct ruzie, dus past er heel goed mee op. Dit is als het goed is niet op teamgenoten te doen, zodat je het niet lekker kan grinden en levelen. Maar ik denk dat zakkenrollen meer een beroep voor later is. We hebben het alvast ingedaan voor mensen die het leuk vinden, die toch al rover zijn. Dan is dat helemaal dikke vette prima. Maar het is voornamelijk dus bedoeld voor mensen die later in grote steden, zonder dat ze bij een groep horen, een handelstad bijvoorbeeld, gewoon rondlopen door de menigte waar 20, 30 mensen zitten. Ziet een beetje als een stad van als Cutraxia. Daar zullen mensen waarschijnlijk heel veel, wat zijn ze allemaal aan het doen? Kan ik hem al zakkenrollen? Zakkenrol, pas over 4 minuten. Oh, daar gaan we niet eens op wachten. Ik zou eerlijk gezegd zakkenrollen nog niet kiezen. Tenzij je precies weet wat je ermee gaat doen. Want je hebt er nog niet zo heel veel aan. Maar mensen waarvan je weet, die zijn op handelsreis. Ik schrik me kapot. Ik val bijna dat. Oh my god, dat is diep. Oh my god, die kun je doodvallen. Oké, ik blijf hier wel even bij het muurtje staan zo. Voor die mensen is dat natuurlijk heel erg chill. De belangrijkste beroepen dus, momenteel, die je zou kunnen kiezen, zijn handelaar, want je kan meer meenemen. Zijn timmerman, want je hebt meer houtproductie en sticks en planks voor de smid onder andere, wat ook weer vergelijkbaar is met natuurlijk tools. De meest useless momenteel is een beetje schipper, tenzij je op map 1 zit en je heel erg veel wil reizen. Zakkenroller, want bijna niemand heeft nog veel van waarde op zich en je krijgt alleen maar ruzie. En een beetje in het midden is visser, dat is situational. Dat hangt er een beetje vanaf of jouw team veel eten heeft, ja of nee. Uiteindelijk kun je als visser natuurlijk ook meer doen. In het begin is het alleen vis vangen. Maar ga ervan uit dat aangezien wij elke maand gigantische updates aan deze game zullen gaan doen. En grote updates, dat een visser misschien uiteindelijk... Nee, ik ga het ook niet zeggen. Maar geloof mij, elk beroep wat je nou kiest, gaat nog meer uitbreidingen krijgen dan je nou hebt. En misschien dat sommige beroepen alleen maar mogelijk zijn als jij een bepaald beroep uitgeleveld hebt als secondary. Dus als er nog een tertiair beroep komt, een derde beroep, dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld alleen maar, laten we zeggen, speerwerper kan worden. Omdat je als je ook visser bent, want dan ben je gewend om dit te doen. Ik doe maar even wat. Dat zou natuurlijk wel heel erg chill zijn. Ik hoop dat je wat er gehad hebt. Het makkelijkste is om even op forum.davidgames.nl te kijken. Om alles nog een keer te bekijken. Want de helft van de dingen die ik zei was misschien hartstikke fout. Ik zet mezelf gauw weer terug op een echte secondary beroep. En dat is second job. Dus David. Kapitein? Ik was kapitein. Want ik wil wel gaan reizen natuurlijk binnenkort. Zeker om even over de andere map te gaan kijken. Ben heel benieuwd of ik doodgestoken ga worden of juist niet. Tot nu toe zijn mensen heel erg vriendelijk voor mij. Hou ik van. Zodat natuurlijk ook geen Iron Bank op hun dak hebben en dergelijke die je helemaal komt slopen. En ja, ik heb het al gezegd in de vorige video's. Technologie komt eraan. Er is een ruimteschip neergetiefd ergens op map 3. Er zijn mensen al heel erg veel bezig met meer dan alleen maar elkaar de hersens in slaan. Er gaat binnenkort hele toffe updates komen. Anders dan alleen maar secondary jobs. Kieswijs, kies als team. Dus ga niet random zomaar kiezen. Want je wil natuurlijk wel dat je team een beetje balanced is. En heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet de like niet even omhoog te doen. Te abonneren op DDC. En tot de volgende keer bij een nieuwe Manege.